een categorie boeren die bestelt eerst de schuur en dan gaan ze naar de bewaarspecialist. Dat is in mijn ogen niet handig, want het is altijd hoe ga je hem indelen? Hoe breed zet men de kisten? Hoe diep wil men? Logistiek is belangrijk. Als je vooral met pootgoed, met sorteren, et cetera, is het belangrijk om korte lijnen. Want hoe minder heftig bewegen, hoe beter het is. Een andere tip is, benut je ruimte goed. Dus als je hoog mag bouwen, ga hoog bouwen. Mag je 6 hoog, is in mijn ogen optiek het mooiste. Dan kun je dus 2 kisten per keer kun je dus wegzetten. Waardoor je dus veel minder transportbeweging hebt met je heftruck. Met bulk is dat iets anders. Dan vaak wordt met bulk is het 1 grote schuur en die vullen ze. Maar dan is dwarsventilatie wel heel erg handig. Want dan kun je dus, stel je hebt een box van 1000 ton. En dan kun je als je 200 ton binnen hebt, kun je al gaan ventileren. Als je dwarsventilatie toepast.